Als we gaan blokprinten, dan heb je vast over heel veel dingen al nagedacht. Maar heb je er ook over nagedacht wat je onder de te bedrukken stof legt? Bijvoorbeeld een theedoek, een badstoffen handdoek, folie dat je normaal onder laminaat legt, antislipmateriaal, een soort spongy neopreenmateriaal. En heb je er al over nagedacht om iets tussen je stempel en je stof te leggen? Of gebruik je een harde ondergrond, zoals deze beschermplaat? Hoe zit het nu als je een vorm gebruikt die een restvorm heeft, als je dan verschillende ondergronden gebruikt? Wat ik nu ga doen is met de roller werken. Even goed verdelen dat overal een beetje in zit in je roller. En dan ga ik deze even inrollen. En je ziet dat ik daarbij ook dingen raak die eigenlijk niet afgedrukt moeten worden. Dus ik denk dat nu de ondergrond mee gaat spelen in op welke manier dat die ondergrond afdrukt. Dit is op de harde ondergrond. Nu doen we er een stukje doek onder. Ik rol hem weer opnieuw in. Het lijkt iets uit te maken dat hij de inkt iets te, of de stempel er iets in kan zakken. En dat kan een mooi effect geven. Dan de badhanddoek. Die geeft nog meer restvormafdruk. Dan de folie voor onder het laminaat. Ja, het kan ook zijn dat ik niet overal even hard gedrukt heb. Ja, ik vind het zelf wel mooi dat je hier dus rondom helemaal een wit lijntje krijgt. En dat er die restvorm eigenlijk ook een afdruk geeft. Dat was eigenlijk wat ik jullie wilde laten zien. Dat dat soms ook juist een mooi effect kan geven. Dan ga ik wel over die andere afdruk heen stempelen. Dat geeft eigenlijk ook wel een grappig resultaat. Misschien als ik een ghost afdruk maak, dat het nog iets meer effect heeft. Dan had ik nog de neopreen. Die zal ook wat meer contactafdruk geven. En ik heb hem nu ook nog eens dubbel liggen. Dat is eigenlijk meer omdat het handig is voor de camera. Ja. Misschien zelfs iets te veel. Ik zal nog eens een ghost afdruk maken. Ik denk dat ik hem nog één keer inrol en dan een enkele, zoals ik hem eigenlijk bedacht heb. Nou is het eigenlijk jammer, want het is een beetje lastig te zien. Maar hij heeft ook wel een beetje dat wit eromheen. Ik vond het eigenlijk bij deze het duidelijkste. Nu wil ik nog iets proberen met zo'n stofje ertussen. Oké, dat is misschien wat moeilijker. En nu wil ik diezelfde proberen op een harde ondergrond, of dat makkelijker is. Nou ja, ik stel mezelf altijd innerlijk dan vragen van hoe zou het zijn als ik dit doe? En hoe zou het zijn als ik dat doe? En ja, daardoor kom je eigenlijk op nieuwe ideeën, of in ieder geval voor jezelf op nieuwe ideeën. Het wil niet zeggen dat een ander dat nog nooit gedaan heeft, maar jij misschien nog niet. En dan is het wel nieuw voor jou. En het kan een leuke uitkomst geven. Ja, ik vind het zelf wel een prettige eigenschap. Nou, dat geeft wel een beter effect. En ik kan me voorstellen dat als je aan het
mixed media bezig bent, dat dit soort dingetjes toch leuke uitkomsten zijn om mee te spelen. En dat niet alleen per se dit de beste uitkomst hoeft te zijn. En wat ik ook leuk vind is eigenlijk dat er een print onder zit. Hierdoor kun je dit wat moeilijker zien. Maar ik vind zoals bij deze gaan die dingen in elkaar over. En ja, daar hou ik wel van. En nu is dit acryl inkt. En ik vind dat als ik met printpasta werk, wat ik normaal gesproken doe, dat die effecten nog veel leuker zijn. Omdat die materialen beter in elkaar inwerken. Nou, zoals je ziet maakt het dus ook nog uit welke ondergrond je onder je ondergrond stopt. Ik moet zeggen dat ik heel tevreden ben over de resultaten hier. Dat het toch allemaal net iets anders is. En ja, dat vind ik leuk, want daar was ik naar op zoek.